Ronald Vromans, voormalig hoofdscout van Willem II, overtuigde Sol om de overstap te maken naar Tilburg. Ik had drie opties: bij mijn familie in Spanje blijven, voor het geld in Engeland gaan of voetballen op het hoogste niveau in Nederland, vertelt de Spanjaard in gesprek met de Volkskrant. Vromans wist Sol uiteindelijk te overtuigen. Het Ajax van het Zuiden, verzekerde hij mij. De in Madrid geboren aanvaller was dit seizoen in 26 competitiewedstrijden voor Willem II 14 keer trefzeker en is daarmee mede topscorer in de Eredivisie. Bij Sol werd eerder dit seizoen teelbalkanker geconstateerd, waarna er een geslaagde operatie volgde en hij snel weer op het veld stond. De dokter zei dat alles in orde was. Ik had geen chemokuur nodig. Zodra ik hersteld was van de operatie mocht ik weer gaan voetballen. Mijn moeder, vrouw en ik barsten in tranen uit. Ik hield rekening met het ergste, had veel informatie op internet gelezen waar ik niet vrolijk van werd. Een wonder had zich voldoende.